Ik ben zelf in 2007 ben ik voor het laatst echt weg geweest. Gewoon de dagelijkse dingen, je kan het allemaal wat loslaten. Het wordt allemaal wat negatiever. Je leven is niet meer zoals het is. Ja, toch wel dagjes uit. En ja, mijn familie die woont dan in het noorden van het land. Nou, ik ben echt wel een familiepersoon, dus ik wil heel graag naar mijn opa en oma. En dan is het ook van, ja nee, we redden het gewoon niet. We moeten hier ook door de maand nog door. Dus ja, het is wachten. Ik werd aangesproken bij de voedselbank. Ik mag 1 keer per week naar de voedselbank. Mag ik een voedselpakket ophalen. Voor de kinderen hebben ze ook een speelgoedbank, een kledingbank. Dus daar word je gewoon heel goed geholpen. En zij sprak me aan of ik op vakantie wou. Dus ik zei, ja, tuurlijk wil ik op vakantie. maar ik was ook een beetje flabbergast eigenlijk. Dus, nou, en toen werd er dus verteld over Stichting Weekje Weg. Dat ze hun 5 gezinnen mochten uitkiezen om mee te komen op vakantie. Dus je ziet gewoon, ja, ze vinden het gewoon zo gaaf. Morgen ga je weer naar huis. Vind je dat leuk of vind je dat jammer? Jammer. Nu eigenlijk is dit voor ons het kers op het taartje, ja. Want we zijn schoon sinds maart. Oh ja? En nu gaat het leven pas echt beginnen weer. Gewoon geen hoe het hoort. Meer. Nee, helemaal hoe het hoort, ja. Gewoon weer.